gaat het worden? Ja, nou gisteren was het behoorlijk hectisch. En het zal vandaag denk ik niet anders zijn. Maar we proberen het te controleren en hopen weer op een massaspurt. Ja, we moeten gewoon vreselijk aan de bak. Dat hebben we trouwens al 4 dagen gemoeten. We moeten tegen een sterke coalitie aantreden. Er zijn ploegen die hebben nog geen overwinning. We weten hoe dat werkt, ook vanuit het verleden. Je wilt gewoon, als je een etappe wint in de Olympische, dan is je ronde geslaagd. Nou, we hebben er inmiddels 2 gewonnen. We staan 1 in het ploegklassement, staan 1 in het algemeen klassement. Dus we staan er goed voor. En we zullen er alles aan doen om die witte trui veilig weer in Hoofddorp te brengen. We gaan vandaag de 6e en laatste etappe rijden in deze Royal Snelde Olympisch Tour. De etappe Hoofddorp. Met in de witte trui nog steeds Werden de Vries van het cyclingteam Joop Piels. In de oranje leiderstrui van het puntenklassement is het Wim Struttinga. En met de paarse trui van Drukker Reukoopmans, Mike Teunissen van het Rabobankteam. De blauwe trui van Saas Sportswear, de beste jongere in het klassement, dat is Marijn Korevaar van de Rabobank Development Team. De beste ploeg is nog steeds de ploeg van het cyclingteam Joop Piels in het Joop Middelink ploegenklassement. Vandaag dus de etappe Hoofddorp over een afstand van ruim 180 kilometer. Met de start en finish in Hoofddorp. 3 sprints onderweg. En wie gaat Bert en de Vries nog uit de witte trui rijden? We zullen het zien later vandaag. This moment we have 2 riders in the lead. There's number 22, Dion Beukenbaum. Cycling team De Rijke en 128 Timothy Stevens team 3M.
bij het rechtsafdraaien blijft 15 seconden. Ik heb still 15 seconds at this moment. Signaal aan Shimano voor het peloton stoppen en plaatsnemen bij de letters. Ja, het verschil is opgelopen naar 30 seconden tussen de eerste en de tweede groep. Tweede groep, dit ogenblik op 1 minuut. Yep, it's 1 minute at this moment. Zo met de volgende motor, rijders, en dan gaan we kijken naar de ontknoping in deze etappe. Hoop erop, hoop erop, in de Haarlemmermeer. Daar in de bergen gaan ze komen. Ze naderen en naderen, komen dichter en dichter en dichter en dichter. En daar komt de motorordonnans. De motorordonnans knijpt binnen. En daar komen de mannen in de sprint. De mannen in de sprint. De mannen in de sprint. Met natuurlijk Willem Stroetinga. Stroetinga doet het hier. Stroetinga, 4 op een rij. Dag jongen. Ja. Wat dacht je, maakt die even spannend? Mooi op de foto en dus een applaus voor de winnende ploeg van de Royal Swedish Olympia Tour 2014. Ik zie daar een gelukkige winnaar, dames en heren, die straalt van links naar rechts. Juist, op de tweede plaats krijgen wij namelijk niemand minder dan Willem Stroetinga. En op de derde plaats gaat klimmen Jesper Asselman. En ik zie dat de jeugd, dames en heren, Elise en Tim er ook klaar voor zijn. Juist, die gaan trofeeën overhandigen aan de nummers 2 en 3. En geluk wensen voor alle drie. Dames en heren, dit is het podium van de Royal Swedish Olympia Tour 2014. Derde plaats Jesper Asselman. De tweede plaats voor Wim Stroetinga. En de fantastische winnaar Berden de Vries. En hoe klinkt de jel ook weer, Han? Hoe klinkt de jel voor Berden de Vries? En we weten nog eenmaal. Toelala, toelala.